De voorlichtingsavond wordt met zo'n 100 belangstellenden druk bezocht. En er zijn af en toe forse discussies tussen de bewoners en mensen van de provincie. Wat doe je er nou wat mee? Met de commentaar? Niks. We gaan straks naar huis, nemen ze nog een borreltje en is maar, klaar. Maar waar is deze avond dan voor? De verbindingsweg tussen Houten en Bunnik moet zorgen voor een betere doorstroming in de omgeving. Maar veel omwonenden zien het niet zitten. Ja, wat zijn de gevolgen? Ik denk zelf heel veel meer drukte, meer geluid. Nee, ja, ik vind het een beetje zonde van een stukje natuur wat overhoop getrokken wordt. We hebben een camping, dus ik denk voor onze gasten niet heel erg voordelig. De weg gaat door groen gebied. De provincie zegt dat de weg er ondanks de tegenstand hoe dan ook gaat komen. Dat is een keuze die we met elkaar hebben gemaakt. En daarom roept het provinciebestuur mensen op om mee te denken. Op het moment dat je niet meedenkt en de weg komt er straks toch, dan is net misschien die ene oplossing die je had kunnen aanreiken, waardoor die in ieder geval beter werd aangelegd, is er dus helemaal niet meer. Maar of iedereen daar zin in heeft? Zeg dan gewoon wacht het maar af. Je hebt toch iets te vertellen. De nieuwe weg staat gepland voor 2014. De komende tijd kunnen omwonenden dus nog gebruik maken van de inspraakprocedures.